Dag, hallo beste mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe, gloednieuwe avontuur van Dingen op de Past. We zijn vandaag met Kevin naar een van mijn toestemmingjes en we gaan eens even kijken wat we gaan vinden op een landje waar ik nog niet gezocht heb. Dus ik ben benieuwd wat we gaan vinden hier zo, Kev. Echt zo, we gaan ervoor. We gaan in ieder geval meer vinden als op die borderlanden, want dat is een beetje verschrikkelijk. Dan krijg je toch nog voor elkaar om nog twee zilvertjes te vinden, dat is ongelooflijk. Nou, in ieder geval, tot bij deze vondst. Leuk dat jullie kijken. De eerste vondst is een sleutel, een hele oude zo te zien. Die is nog heel apart gevormd. Ja. Goed, hier heb ik ook een mooi signaaltje. 86, strak, 85. Ik ben benieuwd. Nou, het is eruit, het is een groot object. Niet iets ouds, denk ik. Ik schrok even. Ik dacht, het zou weer interessant zijn, maar een stukje koper. Hoezo denk je dat nou? Ja, weet je, eigenlijk om jou te fucken, zeg ik. Oh. Sorry, Wes. Spijt me. Oh, dat is mooi. Zal het geen om je duur in geweest. Zo'n dopje. Zo'n dopje, weet je wel. Ja, dat is een mooi dopje. Dit ziet eruit als een heel oud loodkogeltje. Een mooie punt. Heel kleintje. Ik denk dat ik iets van een riemhanger heb gevonden. Een stukje leer zit er nog aan. Ja, apart. Ik denk dat dit een haakje is geweest. Kijk, zien jullie dit? Een stuk ijzer. Dat is een kanonskogeltje, denk ik. Maar ik weet niet zeker. Nee. Dacht het even. Dat is het niet. Een bel, denk ik. Kevin, doet even een gokje wat het zou kunnen zijn geweest. Nou ja, vanwege die klinknagels snap ik het niet. Dus ik denk dat het meenemer is van rubber of zo. Ik denk van een meenemertje. Vierde verlengste. Hoe oud schat je het? En, weet ik niet. Klinken, misschien begin 1900 of zo. 20e eeuw. Oké. Okay. Goeiedag daar. Wat ben je daar aan het doen? Nee. Het is gewoon een vogelverschrikker. Ja, het is een mooi gebied hier hoor. Ja. Er ligt niet zoveel alleen. Dus akker. Vandaag zijn we met Ed. We gaan lekker even met Ed zoeken. Goedemorgen. Vorige keer had ik Kevin meegenomen, vonden we ook een x-aantal leuke dingetjes. En vandaag is het Ed's beurt. Want ja, we mogen maar met twee man maximaal op deze akkers lopen. En ik ben benieuwd wat we gaan vinden, Ed. We gaan daarvoor. Tot bij deze vondst. Doei. Nou, ik heb hier gewoon, het lijkt op een tapkraantje, maar het is niet. Het is gewoon een sleuteltje. Echt zo, geen idee. Weer geen zilver. Maar het is wel een aluminium vingerhoedje. Kom goed binnen, 76 op het mandkoor. Kijk eens wat ik vind. Een portemonneetje. Een beurtje. Oh, het leer zit er nog aan. Dat zie je zelden. Dat valt helemaal uit elkaar. Maar wel grappig. Een zilver, nou ja, het is geen zilver beurtje, maar... Oh, dat is wel te gek. Helemaal vergaan, hè? Helemaal vergaan. Wel leuk. Een knip, noemen ze dat ook wel. Ja, 1700, 1800. Een beursje geweest. Maar ligt er iets meer in? Nou, dan ga ik nu kijken. Nou, er zit nog wel wat in. Ja. 16 en een stuk heel mooi glas, joh. Mooi blauw glas. Mooi stukje glas. Even kijken of dat het muntje is
die er nog bij zat. Nee, gewoon nog een stukje van de beurs. Kijk, we hebben er weer een. Soldaatje. De zoveelste. Leuk. En Ed heeft ook wat. Ja, meestal van een, hoe noem je het? Van een ladekast om hem open te doen, weet je wel. Okay. Die zat dan hier en het was gewoon een, ja, hoe noem je dat, scharniertje. Lijkt net een zwaardje. Dat is wel leuk, kijk. Ja. Een soldaat. Nog een beschilderd ook. Leuk. Kijk, een muisje. Oh. Moet ik je eruit halen? Maar goed. Dat is het niet. Dat kan het niet zijn. Een plaatje. Kijk, pak je gewoon zo. Pak je zo een muis? Ja. Oké. Okay. Dat is een velletje. Oké. Okay. Nou, ik krijg een leven natuurlijk, hè. En daar hebben we die. Zo, muisje ook weer gered. Best wel een groot muntje. Alleen er staat niks meer op. Ik denk dat het een medaille is geweest. Dat is nou een leuke vondst. Twee dames in een hele oude klederdracht. Waarschijnlijk is het een broosje geweest, zo te zien wel. Ik heb hem wel eens eerder gevonden. Erg leuk. Ja, dat is een leuke vondst. Het is een koppel geweest. Ja, dat is een koppel geweest. Oh. Oh, die is nog wel... Oh, die is nog helemaal intact. Waarschijnlijk wel, want je ziet hier zo'n uitsparingje. Ja, misschien ligt het er nog. Hoe noemen ze dat ook? Koppel, hè? Ja. Een koppel geweest. Die kon je haken zo. Mooi, hoor. Ik denk dat ik een soort van penning heb gevonden. Een rode penning. Er staat een mooi kruisje op. Het is geen zilver. En er staat een paardje op, denk ik. Ja, leuk ding. Ik denk dat je dit nog wel kan achterhalen. Er staat nog wat op. Zal ik even een bakje doen. Mooi vondst hoor. Ja, ik denk zo'n beetje dat ik er nu een leuk stukje heb gevonden. Een leuk stukje van de akker. Er komen best wel leuke dingetjes af. Alles is wel wat. Niet zoveel lood en koper. Hier mooi. Kropgewichtje. 1800 denk ik. Nou, dat is nog geëikt ook. Aardig wat geëikt. Hier zie je het. Ja, leuk. Staat hier ook nog wat op? Huh. Leuk eikgewichtje. Dat is een grote. Dat is een hele grote musketkogel. Zo. Een hele ronde bal. Mooi. Ik heb weer een leuke vondst. Het is een theekopje kinderservies. En dat is de dure variant. Deze komt uit de periode 16e eeuw. 1600. Weet je wat ik denk wat het is? Een snorrebord. Een wat? Een snorrebord. Wat is dat? Dit hadden vroeger, deze kantjes waren scherp. Ja. Allemaal puntig. En doordat je twee touwtjes erin hebt, ging je draaien. Ja. En hoe harder je het draaide, hoe gaat hij heel erg hard tollen en dan maakt hij geluid. Ja, oké. En dat noemen ze een snorrebord. Dus dat is speelgoed. Ja, oké. Ja. Ik zal een voorbeeldje daar zo plaatsen, hoe het eruit zag. Het is een oud ding. Speelgoed. Mooi hoor. Kijk, weer een mooi ornamentje. In de vorm van een hartje. Ja, er komt een beetje slecht weer aan. Dus we gaan richting de auto lopen. En dan houdt wel weer voor gezien. Ja, het gaat los, jongens. Er komt een goede regen bij aan.
Als je het hoort, begint het nu. Komt het al. Ja, het gaat nu beginnen. Ja. Oh jee. Nou, hebben we dat ook meegemaakt, de eerste zomerse bui. Toch, Ed? Ja. 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 Nou, hey, best wel, tot de volgende keer. Yo, hè. Yo. Yo, hè. Yo, hè. Prachtig, prachtig. Hey, waar zijn we? Ja, ergens. Oh, op het dak. Hoi, koortsalert. Gezondheid. Gezondheid. Goeiedag, Kevin. Ik moet Kevin. Ja. Kevin heeft wat moois gevonden. Alweer. Godsamme. Is dat niet een fancy naaldenkoker? Het lijkt erop, hè? Jazeker. De dekseltje lag er vlakbij. Toh. Fancy zilver. Ik denk 1800, denk ik. Ja, is laat. Hij is een beetje, hoe noem je het? Een beetje makkelijk versierd. Ja, en dan, ja, precies dat. Maar dat maakt niet uit, zilver is zilver. Kijk, die hoort hier. Zie je? Dat is het, de bodem van de naaldenkoker. Hij moet even mooie radius maken. Ja. Ik vond ook wel wat. Vond je nog dat loodje? Laat eens dat loodje zien. Ja, dat loodje. Ja, die is heel leuk, man. Blokgewicht met allemaal keurtjes in. Vond die nog? Maar heel raar. Hier zit gewoon nog een stuk materiaalrest in. Zie je dat? Een afgietsel nog. Ja, joh. Is nooit gebruikt. Ja, nog wat dingetjes. Maandagochtend gespie, man. Vrijdagmiddag. Ja, deze is echt fancy. Ik vind hem echt fancy. Ja? Ja, ik vind hem echt brut. Oké, laten we zien. Kijk, deze kant is natuurlijk kaal. Maar moet jij eens kijken. Hoppa. Zo, wat staat er allemaal ingeracht. Ja. Dat is wel mooi, zo zie je ze vaak niet. Nee. Ja, voor de rest allemaal troepjes. Wat denk jij, 1664 of 1764? Je ziet 64, dit is weg. Kijk, hij is 62 nog een keer gekeurd. 62, daarna een jaar niet. Twee jaar niet. Zie je, 62. Jongen, ik heb daar helemaal geen verstand van, weet je dat? Jij zit me nou opnieuw Wikipedia te lezen. Ja, ik hoop 16. Dat zal leuk zijn. Het zou echt tof zijn, ja. Ja, mooi. Leuk. Ja, het is leuk als er wat op staat. Ja. Ik heb weer twee leuke vondsten. Het is een gewicht. En als je deze vindt, vind je ook nog eens rijders. Dus dat is een goed teken als je deze vindt op een akker. Geen idee, maar het valt me gewoon op. Vaak als je deze vindt, dan vind je ook gewoon rijders. En dan heb ik hier nog een pootje, een leeuwpootje. Van een kandelaar. Twee leuke vondsten. Kijk. Dat is een behoorlijke munt. Ik krijg hem ook niet schoon of zo, maar. Wat zou er onder je koek liggen? Ja. Poeh, wat zit die dik onder de koek, zeg. Geen idee wat het is. Grote munt. Thuis even schoonmaken. Zoals een Jodenster hier, man. Een Judenster. Davidster. Schapenwoord Israël of zo. Ja, weet ik niet. Aparte, ja. Geinig. Dat is leuk. Ze had zo hebben gezeten. Kleppie. Een drukpotje van een trekker of zo. Geen idee. Ja. Lijkt erop, hè? Een soort ventieltje is of zo. Is dit een hengseltje? Een paar ding. Geen idee, man. Alles moet natuurlijk vastgelegd worden. Wat is het? Wafelijzer. Speelgoed, toch? Kijk eens. Toch of zie je of kijk? Ja, dat is een wafelijzer. Oh, jammer hè, dat hij gebroken is. Ja. Maar dat wafeltje, dat ja, leuk. Hij is echt klaar, joh. Ja. Zo, dun speelgoed. Leuk. Ja, die is leuk. Wat heb je? Dikke plak. Medaille. Denk het. Nee, dan had er een haakje aan gezeten. Nee, het moet hem. Het is ook geen penning, toch? Of wel?
Lijkt wel op zo'n oude brandweerpenning, maar... Denk het niet. Gelukkig ding. Oren? Nee. Je ziet die slag kleiner, hè? Ja, het is... Deze 45 mm of zo, ja. Het is geen munt, dat is ellips. Zie je? Iets wat erin staat is ellips. De munt is altijd... Je hebt een ronde kant. Ah, oh, ja, dat zal een penning zijn of zo. Ik ben benieuwd wat eronder staat. Ja, jammer, echt gebeurd. Dus kijken of het een beetje water doet. Een beetje leesbaar. Kijk, dan heb je die zogenaamde rijder misschien. Je weet het nog niet. Nou, ik weet het. Hè? Ik weet het. Wat weet je? I don't think it's a rider, man. Staat wel wat op. Lijkt me wel, mensen. NS ProRail. Nee, ik flikker wel een beetje ProRail. Stolt het wel leuk. Wat een batser. Een flinke beuker, hoor. Ja. Geen idee. Nog een oppervlakte. Ja? Ja, een centimeter of 3. Oké. Okay. Oh ja. Dat is wel leuk. Het is ook een mooi loodje. Nee, apart. Heel apart. Leuk. Fucking nice. Dat is wel zilver, maar wat het is geweest? Geen idee. Het heeft in ieder geval het gewicht van zilver. Misschien van een hangertje of zo. Nou, Kevin komt eraan. Ik ga het gelijk even afkraken. Ah joh, zink man. Dat is geen zink. Dat is lood. Dat is veel te zwaar. Nee, dat is lood. Ook geen lood. Houd het goed maar. Wat de fuck? Nee, het is wel zilver. Denk ik. Maar van een munt eruit gebutst of zo? Nee. Nee, ik denk dat het een voetje ergens is van geweest. Een glaasje of... Oh ja? Dat denk ik, anders is hij niet zo... Nee, hij is wel perfect... Nou, niet helemaal, maar... Ja. Maar ik betwijfel of het zilver is, maar... Kijk eens aan, een heel mooi kledinghaakje. Uit de 17e eeuw, denk ik. Zou dat weer zo'n spannend kluitje kunnen zijn waar een muntje in zit? Jazeker. Maar helemaal vergaan, hè. Ik heb er zo weinig gevonden nog vandaag. Maar goed. Het is een duitje. Zo kaal als wat. Mijn nest. Blumenlein. Ontdagheist. Je hebt er gewoon één. Ik heb er één. Dikke Adela, jongen. Duits muntje. Overdrijden, de goede tijd, jongen. Ja, dat vind je helemaal geweldig. Ik ben weer helemaal in mijn element. Volgens mij zie je hem zo goed. Ja, mooi. En een keer niet zink. Maar gewoon koper, man. Goh, welk jaar zal dat zijn? Ja, het zal vroeger zijn. Ja, hè? Een 40er of 39er, denk ik. Top. En hoe noemen ze dat? Raakspanning. Raakspanning. Leuk. Nou heb ik al heel veel van dit soort tapkraantjes gevonden. Maar geen zink, of ik bedoel tin. In de tapkraan hebben we nog nooit eerder gevonden. Dus dit is de eerste. Grappig. Nog een mooi loodje. Een zegeloodje met twee kruisen erop. Kijk wat een buik. Zo. Meestal vind je alleen maar die kutkleintjes. Ja. Iets zeg maar dat het geen muurhaakjes zijn. Iets zeg mij dat dit vroeger de kast ingeramd werd als een spijker. En dat de deur eraan hangt. Ja. Maar dat is nooit echt bewezen, maar ik heb altijd het vermoeden dat dat het is. Ja, ze deed hetzelfde als in de muur. Hè? Ze deed hetzelfde als met de muur, wat jij zegt. Ja. Weer een mooi zegelootje. Een hele aparte letter erin. Ja, mooi. Theelepeltje, materiaal denk ik van zilver. Mooi dingetje. Wat heb je gevonden? Een ornamentje? Ja, weet ik het. Troep, man. Wel prachtig, man. Wat bladgoud. Zo, leuk. Dat zie je niet vaak, hè? Bladgoud. 22 karaat verf, joh. Ja, hè? Ja, prachtig. Dan moet je even eraf schrapen en dan kun je het inleveren.
Pak het in mijn vodka. Goldstrike. Ja, mooi ook. Hij heeft eindelijk zilver. Nou, ik heb het opgelucht hard naar huis. Ja. Echt hè? Wilhelmina, lang haar. 1897. Ja, zou ik die gaatje maar even dicht stoppen dan. Hoppa. Nou, hey, dit was het dan alweer. Tot de volgende keer, hè. Adios. En ja, toch nog op het laatste moment zilver eruit. En Kevin met zijn mooie naaldenkoker. Dat waren een beetje de toppers vandaag. Zeker. Alleen we hebben een beetje te lang op het andere gebied, waar eigenlijk hierheen moeten gaan. Ja. Maar goed. Tot de volgende keer. Adios.